Dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar Foodbob. Ik ga het vandaag heel kort houden, want we gaan lekker churros maken. Kijk, ik heb het gemaakt. Weet je, het is gewoon fantastisch. Kijk hoe dit eruit ziet. Lekker dippen in chocola. Hoor het geluid. Met een paar ingrediënten hebben we dit gemaakt. Ik laat jullie zien. Kom maar. Echt super lekker. Nou, waar beginnen we mee? Ik heb hier 50 gram boter. Ik heb hier 150 milliliter water. En ik heb hier 20 gram suiker. Dit gaan we eerst even met elkaar mengen. Dus dat het boter is gesmolten. En vervolgens gaan we bloem toevoegen. En boter is gesmolten. Let er wel op dat de boter is gesmolten voordat je de bloem toevoegt. En nu voeg ik 125 gram bloem toe. En dit ga ik niet gaar maken, maar dit moet een ronde bal gaan vormen. Dus roer dit even samen. En ga het niet op hoog vuur dit doen. Doe het gewoon op een zacht vuurtje. Dit moet je wel even een paar minuten op het vuur houden nadat alles is gemengd. Zodat het bloem ook een beetje gaarheid krijgt. Alleen, nogmaals, je moet hem niet gaan bakken. Maar gewoon continu blijven draaien met de spatel. En dit doe ik even voor 3-4 minuten. Kijk, nu is die gemengd. Nu ga ik hem nog even 2-3 minuten op deze manier garen. Ja, dan haal ik hem eruit. Doe ik het in een ander kommetje. Wat ik nu ga doen is, kijk, het is nu ongeveer een minuutje, 30 seconden zit die in deze kommetje. Ik ga hem even los mengen met een mixer. En daarna ga ik 2 eieren 1 voor 1 toevoegen, zodat het wordt gemengd. Zo gaat het stoom ook eruit. En dat wil ik ook. De eerste hitte. En dit gaan we ook weer. Ja, dit, zoals ik zei, dit is vrij eenvoudig te maken. Wat je doet is eigenlijk je beslag doe je in een spuitzak. Let er wel op dat je wel een grote gekartelde spuitzak hebt. Waardoor je ook die figuurtjes van een churros duidelijk kan zien. Ja. Je zult zien, ik heb mijn spuitzak, die gat was best wel klein, maar uiteindelijk worden ze toch wel groter op het moment dat ze in aanraking komen met olie. Let er wel op dat je wel een grote gat hebt, waardoor je wel mooi die streep kan maken. Bij mij was dat niet het geval helemaal. Ik dacht dat ik voldoende grootte had, maar was wat kleiner. Alleen spuitzak is essentieel. Waarom? Je hebt echt wel een stevige spuitzak nodig. Want het mengsel wat je in de frituurpan doet is best wel vrij krachtig. Dus dat is wel even belangrijk. Ja, en als het eenmaal is gelukt. Kijk, mij maakt die vormpjes echt niet uit. Of het lang is of een S-vorm of wat dan ook. Maakt me niet uit. Gaat mij erom dat die lekker, dat je lekker kan smullen. Kijk, dus toch, hoor het geluid. Binnenkant. Ja, zalig. Oh, wat is dit lekker zacht. Geniet ervan. Tot de volgende keer.